de start met 46. En met Kant, die onmiddellijk goed mee was en dat deed het beste verhopen. En dat bleek achteraf ook zo te zijn. Van Looy die heeft een beetje een pitcockkoers gereden. Mm-hmm. De hele tijd achtervolgen en maar achtervolgen. Worst was onmiddellijk goed. Worst, ik denk dat hij ongeveer... Ik ga er een slag naar slaan, maar ik denk dat hij wel... Twee vierde, de helft dus eigenlijk, van de cross op kop heeft gereden. Kastelein moest vanuit de achtergrond terugkeren. Van positie 6 naar deze kopgroep. En zou dat dan uiteindelijk haar in de slotfase zuur opgebroken geweest zijn? Het zou kunnen. Alvarado ook goed mee. Kastelein even proberen. Zou het zomaar kunnen dat ik en kom aansluiten en er ook van kan wegrijden? Nee dus. Want een beetje later... was daar dan toch de rest opnieuw. Van Looy, zoals ik al zei, de hele tijd een beetje tussen hangen en wurgen. Met veel karakter. Dit was een moeilijk moment voor Alvarado. Met zijn vierde de slotronde in. Hoewel, met zijn zesde de slotronde in. Want daar kwam dan Van Alphen. De vrouw die vandaag een perfecte rapport kan voorleggen als het op de balken aankomt, het springen. We hebben dat... mooi in beeld gezien, keer op keer, feilloos gedaan. En daar kan je dus hier in het vrouwenveldrijden van vandaag nog altijd veel voordeel uithalen, omdat de rest toch nog uit die klikpedalen gaat. Dit was de beslissende demarrage. En dit is het moment van de aankomst. Dit is de winst voor Annemarie Worst. 2 op 2, wat een weekend zeg.